Bingo Town! En hallo iedereen, welkom bij deze geweldige Splinter. Second ronde. We hebben verloren. Ja. Dus wij zijn ik wou het nog een beetje goed aankondigen. Ja. We gaan even kijken naar de intro. Leuk. Nee, ja. Niet? Geen intro? Hebben we al gehad, maar maakt net. Oh, oké, we hebben de intro, oké. Ik had mijn snoepje in mijn mond, dus kunnen we praten. Ja. Leg het uit. Wat valt er uit te leggen? Wat gaan we doen? Wij gaan Mario Kart spelen, omdat wij twee hebben verloren. Ik heb verloren van Rick, deze meneer heeft verloren van Bardo. En is eigenlijk het hele idee dat ik moet winnen, want anders... Wij vechten nu om de derde plaats en aangezien Jordi de Nintendo... Ik ben... gaan 175. Nee, Rick en ik hadden 106. Ja, I know, dat was fucking saai. Dus nu gaan we 106 spelen. Ja, oké. Ik word Peach. Oh, ik word op aandrukken, ja. Maar ik weet ook niet of het nou uitmaakt wat voor karakter je pakt. Vroeger maakte dat... Doet hij nou maar moeilijk. Oké. Okay. Ik heb er niet verstand van, joh. Ik ook. Gaan we hadden onze auto. Ja, onze auto. Ik heb een mooi bakkie. Ja, die heb ik er net al gedaan, weet je. Zullen we even deze doen? Die meer rechts. Hebben die al gedaan? Nee. Doen we die. Doe deze. Lekker makkelijk. We gaan als deze uitspelen. Dat niet gaat gebeuren, want wij twee zijn dus niet goed. Wat? Hun hadden beter deze kunnen doen. Hoezo? Als ze die uit hadden gespeeld, had je ook een nieuw level gehad. Maar, oké. Okay. Ja, zijn we klaar. Dit is onze laatste poging om onze waardigheid te redden. Ja, oké. Okay. Dus in de vorige aflevering hebben we met Rick gepraat over fappen. Nee, in de vorige aflevering waren Bart en ik. Ja, maar in de vorige aflevering met Rick hebben we gepraat over fappen. Ja. Over fappen? Wij hebben het over bootvluchtelingen gehad. Nee, je hebt het toch niet. Het verschil moest er wezen. Jemig. Ja, wij zijn gewoon. Wij maar je gewoon moet je wat, politiek lopen doen. Ja, wij zijn politiek wat bewuster van. Ja, politiek bewust. Flikker toch op, man. Echt, ik ben ook politiek bewust. Krijg ze ook nu.nl. Je weet dat je voor de PVV gaat stemmen. Nou, ik weet niet op wie ik ga stemmen. Want tussen sta ik tweede, derde. Ja, je moet gewoon bek houden. Maar kijk, ik weet echt niet op wie ik wil gaan stemmen. Dat is een beetje Ik heb nooit gestemd. Ik ook niet. Ik heb 2 jaar lang niet gestemd. Maar we mogen over 1,5 jaar we gaan stemmen straks, hè? 1,5 jaar? Over 1,5 jaar mogen we gaan stemmen. Je mag als je 18 bent mag wel stemmen. Over 1,5 jaar. Oh, de nieuwe stemming. Ja. Oh ja. Fuck man. Echt. De huid moet toch niet bewezen. Ik wel. Ik heb dat niet in mijn agenda staan hoor. Zeg wat? Ik heb dat niet in mijn agenda staan. Oh wow! Je maakt een zieke... Ja, maar je bent nog steeds 5e. Jij 6e. Ja, nou en ik ben 7e. Ik ben nu 4e. Oh god. We halen. Kutspel. Ik heb wel met die Oompa Loompa dat ik bedenk van zo'n power. Loompa Loompa die idee. Heb je een penis, ga met me mee. Loompa Loompa, ik ben niet gay. Zeker. Ik heb soms aan penissen, maar dat is oké. Wat? Ach god, meen je niet. Ik ben zo slecht in dit fucking tiewe spel. Echt. Het gaat zo verkeerd straks. Echt, jij gaat winnen. Ik ben ook geen wereldwonder hierin, maar... Nou kijk, ik ben 8. Ik ga gewoon mee met de flow, weet je. Ja, ik probeer af en toe ook mee te gaan met de flow, maar ja... De flow is de red shell! De flow. Kijk wat ik heb, holy shit. De flow is on fire. This flow is Oh, je hebt die Infinite-achtige gekheid. Ja, ik weet ook niet wat het is eigenlijk. Ik vind dat vliegen maar zo raar. Zeker als je dat ding kan gebruiken, zeg maar. Ik bedoel, jij moet dat zo doen. En Rick die staat ook, nee, dat is niet waar. Jawel. Maar dat is wel een ding, ja. En ik kan dat dus niet met dit ding. Ik heb echt een nasty banaan neergelegd in een zieke bocht. Oké, perfect. Ik zit nu precies achter je. Zit dat door bananen? Nee, ik zag het. Ah, fuck jou, Donkey Kong. Man, we hebben seks gehad en dan ga je nu zo. Maar wacht. Oké, dus bootvluchtelingen. Wat heb je gezegd? Ja, daar gaan we het nu weer over hebben. Jawel, ik wil weten wat je hebt gezegd. Ik ga die video niet kijken. Bar legt uit dat bootvluchtelingen hun goede boot hebben. En ja, precies. Dat heeft hij dus ook aan mij verteld. Dus eenzijdige informatie. Die man moet ook met interessante verhaaltjes. Ja, maar misschien is het helemaal niet waar, Juri. En wat dan? We hebben wij nu informatie. Daar hadden we het ook over. Dat we die Facebook faggots. Dat die zeg maar altijd van die rare dingen delen en shit. Precies, maar die Facebook... Hey, ik ben gefinished. Ik ben 4e. Hey, ik ben 6e. Rustig. Ik heb... Maar dat verhaal vertelde die serieus ook tegen mij. En ik weet niet, maar ja... Ik weet niet, man. Ik weet niet. Ik wil het wel geloven, maar aan de andere kant denk ik zo van... Weet je, wat nou als het niet zo is? Want Bardo zegt van wel, maar ja. Als Bardo zegt dat hij... Als wel Bardo zegt, is het niet altijd waar. Dat hebben we geleerd in ons leventje. Precies, als Bardo zegt dat hij weer gaat uploaden, dan merken we ook al vaak dat het meestal niet zo is. Ik ben weer geëxploreerd, ik het zwaar. Ik sta eerder dan jou, nice. Weet je, iedereen heeft over vluchtelingen, maar niemand heeft echt nog de vluchtelingen van dichtbij meegemaakt. Oh jawel, de mensen in Oranje en ja, de mensen die laatst... Je hebt hem gezien toch, dikke BMW? Ja, dikke BMW, jongen! Heb je die reviews ook gezien? Ja, ik heb al die...
dikke BW, hoor. Dikke BW, hoor. Ja, hij pakte hem zo. Ik heb alles op Dumpert ervan gezien. Ja, ik vond het zo geniaal. Echt mooi gewoon. Zelfs mijn moeder vond het grappig. Oh, en dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg. Mijn moeder vindt mijn eigen video's nooit grappig. Nee, mijn moeder vindt mijn eigen video's ook niet leuk. Ja. Onze moeders hebben gewoon geen verstand. Hoe kan die tweede staan? Ik snap het niet. Misschien komt het ook omdat ik gewoon... Mijn tactiek is gewoon niks raken. Ja, dat is gewoon geen gekke dingen doen, dat is het gewoon vooral. Maar laat jij los in de bochten? Nee, ik drift dan. Ja, dat doe ik dus niet, dat is een beetje punt. Dat geeft ze vak veel speed. Ja, I know, maar ik ben niet van de driften. Het is net een trucs. Je hebt die driftcursus gehad. Je moet goed inzetten. Je hebt een driftcursus gehad. Ja, dat is wel waar. Ik zat niet. Je hebt er zelfs twee gehad, toch? Twee driftcursus. Nee, ik heb één slipcursus gehad. Oh, slip en drift, hier hoor je dat. Fuck jou, Oompa Loompa. Wat? Ja, wie doet jou Oompa Loompa? Je bent al ananas op z'n hoofd. Ananas op z'n hoofd? Ja, dat is die groene gast. Leg ik weer zo'n lekker val ik bijna in mijn eigen banaantje. Oh jongens, wat fucking. Oh, ging jouw character net zo van, oh jee. Ik heb geen geluid. Maar zag je het, dat is de vraag. Want ik ging net door een banaantje heen. Ik denk echt wel dat het jouw doodsdoen banaantje was. Ik heb inderdaad wel een banaantje neergelegd. Ja, maar jij zit net ervoor. Kijk, ook gewoon eerste man. Ik ben nu zeker eerste. God, deze ik man. Ik kan dit gewoon niet. Ik ben geen. Ik ben niet. Vaardig coureur. Ik wilde ook gewoon tegen jou om je gewoon in te maken. Eigenlijk ben ik gewoon de beste van heel Bayern. Ja, tuurlijk. Ja, dit ken ik. Ja, dat doe ik vaak. Vraag om jou te kleineren. Ja. 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 Ik heb een Aziatische achtergrond en die heeft. Als hij mooi heeft. Oké, ben je klaar? Oh nee, nog één moment. Nog één. Ik heb het niet klaar. Oké, ik ga proberen te driften deze ronde. Ik sta derde. Kom op. Omdat we geen muziek hebben. Zij horen muziek. Zij horen muziek. Omdat ik het opneem. De muziek neem ik op. Ja, maar waarom horen wij geen muziek, Juri? Omdat die dan ook... Zijn we daar skeerd voor? Zijn we skeerd voor muziek? Wij zijn wel skeerd voor muziek. Nee, we zijn skeerd voor muziek, maar... Goh, nee, dat meen je niet, hè. Jeme, hoe doe je dat? Ik val er vanaf, maar dat ging goed. Ik mocht afvallen. Soms... Oh, ik ben nu tweede keer. Oh, nee, wie? Ah, kom op, ik had net een item. Oh, ik zie er iemand. Kan ik eens oppakken? Oh, die zag ik ook. Ik zit voor je, volgens mij. Nee, laat maar. Ik ben niet gehaald. Oké, kom op. Kom op, we can do this. Kom op, nu heb ik even een goed item. Kom op. Maak je even een zieke drift. Oh, dat kan hier. Oh, kut. Holy shit. Nee, ben je eerste daardoor. Wee! Oh, ja, zeker. Kom op, ik moet... Nee, iemand pak ook echt mijn item van mijn neus weg. Oh, wat is dit? Nee, ik deed een of andere... Oh, iemand zit met vuur achter me. Woe! Pak hem, jongens. Pak hem. Nee, ik ben ingehaald met een groot schelpje. Dan. What up? Dit is echt drastisch. What up, echt drastisch. De vierde, degene die vierde wordt, wordt wel de faggot dan gewoon, hè? Officieel de faggot. Ja, nou, dat ben ik toch al, dus dat maakt eigenlijk niet dat zo veel. Dat zijn jouw woorden. Ik weet dat ik, dat zijn de kijkers woorden. Moeten we nou nog drie races? Of twee? Wat ik wel weet is dat vroeger toen ik verloor in een race game, werd ik echt super boos altijd. Omdat ik gewoon echt niet goed was in race games. Fucking boos! Ik weet nog wel dat ik super boos, zeg maar, ik zat Mario Kart te spelen op 100 cc. Ja. En dat zeg maar, mijn zwager zat mee te kijken en toen ging ik af en toen ging hij me uitlachen. Dat klinkt wel oud, man. Ja, dat was hij ook. Toen zat hij me dus uit te lachen op dat punt. Oh. En toen werd ik echt fucking boos. En toen was ik schreeuwend en krijzend naar boven toe gelopen. Toen was je 8. Ja, nee, misschien 12. Misschien 16. Daar wou ik uiteindelijk wel naartoe, ja. Oh, weer het water in, dat vind ik vind dat wel gewaagd, dat Nintendo gewoon... Ja, vindt water gaat. Godverdomme! Ik ben opeens fucking goed geworden. Ik kan nu echt ziek mooie driftjes mee. Ja, flikker op, man. Ik kom gewoon allemaal door deze controle, jongens. Ik geef de controle de schuld. Als het niet lukt, moet je altijd iemand op anders schuld geven. Het heeft wel moeilijk lang geduurd. Ah, nee, deze. Het heeft wel moeilijk lang geduurd voordat we de Wii U hadden uitgepakt en dan een tijd tussen dat we gingen spelen. De dinsdagtip voor de Wii U is volgens mij twee maanden. Bardo heeft al eens een keertje een dinsdagtip voor de Wii U gedaan op Biotown. Dat was echt verschrikkelijk. Nee, Bardo heeft ooit eens een keer in zijn eentje een dinsdagtip gedaan. Ja, toen had hij me laten vallen. Met zijn eigen. Ja. Toen had hij me zo de doos gehad, dat was echt plof. Chill. Hij gaat een Wii U. Oké, ik ben achtste man. Heb jij geïnkt? Je moest zo ja, ik moest wat, weet je. Oh god. Ik maak nu eventjes weer even een uitgeleidje. Oh, ik ga negende. Tering zo heen. Ik vind dit zo verschrikkelijk. Wat fuck jou, Luigi? Oké, dat enige item wat mij echt kan redden. Oh, dat ben jij, wat de fuck? Het enige item. Ja, dat dus. Dat is echt het enige item wat mij kan redden. Dat is echt. Nu komt er nog een blauwe schelp achteraan. Oh man, ik ben ook nog iets geraakt. Ik zit vlak achter. Nee, fuck af, kom op. Ik wil niet meer geneukt worden, dat was het al gedaan bij mijn sollicitatiegesprek. Ga weg.
Ik zat vast op de hoek. Dat was niet echt seks. Oh, tuurlijk wel. Nee. Jullie, ik vond dat wel echt seks. Seks moet van twee kanten komen. Oh, god, nee! Nee! Dankjewel, man. Dit was zo fucking drastisch. Oh, echt, waarom? Mooi langs. Oh, is het nu weer kapot? Is het op? Echt, dit is zo fucking drastisch, jongen. Ja, komt die ananas weer voorbij? Ananas? Serieus, man? Loompa, loompa. Echt, what the fuck? Oh, nee, kut, ik gaf geen gas. Je gaat me inhalen. Wie gaat jou inhalen? Jij. Hoe kan dat? Hoe kan ik jou inhalen, Juri? Leg eens uit, hoe kan ik jou inhalen? Ik ben nu echt gewoon, dit was zo dom. Ik heb nu gewoon alleen maar gekke dingen gedaan, gaat weg. Fuck, je hebt niet gehad. Ik heb opeens een speedboost. Als je tegen iemand anders aanrandt, krijg je dan een speedboost. Oh ja, my god. Als je goed randt, ik ga je muntjes pakken, dankjewel. Als je meer muntjes hebt, dan krijg je een speedboost. I believe I can fly. Ja! Fuck jou! Ja, ik had je! Fuck jou! Nazi dat je er bent. Oh ja, dat zeker, Juri. Ja, ga we. Oh, ik had zo groot. Ja, ik ben tweede! Holy shit, ik ben tweede! Ik had vierde, dus ik sta alsnog dichtbij. Nou en dan, ik ben gewoon tweede. Kijk, maybe Mario heeft. Oh nee, als ik nu eerste word, ja. Dat gaat niet gebeuren. Je hebt 5 punten verschil. Als ik serieus, het wordt nog een spannende wedstrijd. Dit is spannend. Oké, het gaat alles of niets nu eigenlijk. Next race. Als jij op dezelfde, of ik kan niet op dezelfde rang staan, maar als je één rang hoger staat dan mij, dan is het over. Daar gaan we. Jij moet gewoon sick achter staan. Je moet gewoon achter worden eigenlijk. Dat is gewoon. Nou, nu. Je bel. Maar ik snap niet hoe je dat ding activeert als ik dit ding heb, zeg maar. Ik weet niet, dit werkt niet, zeg maar. Dus ik ben al. Ik probeer al een paar knopjes in te drukken, maar het is wel een beetje stikje. Zeg je? Stikje man. Nee, dat werkt ook niet. Oh ja, ik kan nog wel een item. Pap, een eitje. Nee, echt die had ik mij. Oh, fucking vies, joh. Ja. Echt. Wat spijt me. Het is nog maar het begin van de race, weet je. Je kan zo'n bullet bill krijgen, anders kan het niet wel. Net op de motor. Oh nee, ik heb het niet wel. Ik wil ook de hele tijd zo doen, maar dat werkt niet. Hoe? Oh man, als mensen banaantjes straks in dat water gaan. Oh, ik heb een vuurtje. Oh, wat de hel. Deze man is opeens weer achter. Donkey Kong komt opeens achter. Oké, kom maar. Ik kan dit. Het is een beetje stilgevallen ondertussen. Ja, we zijn vet geconcentreerd hier. Ja, dit is wel. Nu is het wel een klein beetje concentratie. Ik heb een soort van moordneigingen tegen Donkey Kong. En tegen Oekraïne. Ik ben tegen bananen gegaan. Dus ik sta nu vierde, jij zit achtste. Valt mee. Ja. Oeh, nee! Ja, kan dus nog iemand. Nice. Ja, wat kut zijn racepellen. Dat je gewoon de laatste ronde, dan kun je dat zo ja, maar dit, nee, dat, dan kan je leven gewoon verwoest worden. Nee, maar dat is het kut aan Mario Kart, niet aan racepellen. Dat is echt. Mario Kart is echt zo van wat er ook gebeurt, alle blijven lachen. Op het laatste moment kan je allemaal doodgaan. Wat er ook gebeurt, alle blijven lachen. Op het laatste moment kan je allemaal doodgaan. Wijze woord. Waar is het dan? Bastinadio? Oh ja, copyright. Fuck de Bassieweek. Fuck de Bassieweek? Nee, fuck Bassieweek. What the fuck? Fuck de Bassieweek. Nee, het was fuck Bassieweek. Nee, maar dit, ik zeg dus fuck de Bassieweek. Godverdomme! Ja hoor, heeft hij zijn eigen graf gegraven voor deze man. Oké, bulletbill. Is dat 9? Is dat geen minimaal 10 is dat? Oh nee, ik heb geen recht. Nee, helemaal niet. Ik kan hem net ook echt op. Ja, oké, nu kan je hem wel hebben. Ja, nu zeker. Oké, ja, dat is zo naar, want zit je. Nee. Achtste? Oh. Als ik hem nu krijg, ik zo. Nee, ah, fuck! Oh, nee, damn, son, damn, get out of here. Zou de eerste mij alweer hebben ingehaald? Nou. Ik denk ondertussen op dit moment, je kan ook een mat krijgen op dat ding van jou. Ja, maar ik ben even een beetje geconcentreerd aan het ownen. Ja, tuurlijk man. Hou mij maar. Hou mij maar, kom op. Bah. Maar als je me ownt, dan moet je het ook goed doen, Juri. Ik heb jij heel lekker ownen, man. Ik ga gewoon nu even kaart doen. Ik probeer ook de hele ramp. Oh mijn god, ik sta ook echt vierde. Nee. Ja, ik ga nu ook wel derde. Nee. Kut! Oh, ik ga zevende. Tiende. Oh, dit wordt nog. Je kan me nog inhalen als je wil. Ja, maar het gaat niet worden. Je moet er nu vanaf dieven. Dat zou best wel kunnen. Kut. Ik sta. Oh, nee, is dat voor me? Oh mijn god, fuck. Oh mijn god. Nee. Ja, kom op. Nee. Is dit hem? Nazi. Is dit hem? Nee, ik sta boven je nog steeds. Nee. Je stond 3 plekken hoger. Ik stond 10 en jij stond 7. Mooi dit. Oh. Even
even die prijsreiking in. Ja, even die fuck off. Oh man, nou goed gespeeld man. Leuk gespeeld. Goed gespeeld kerel. Jij bent wel de faggot nu. Ja, ik ben wel de faggot, maar ja. Jongens, dat was wel leuk. Ja, bedankt voor het kijken. Volgende week ga jij zien hoe Rick en Barda tegen elkaar in de finale gaan strijden. 150cc, what up. En tot dan. Vergeet niet te liken en te abonneren hier beneden, want dan ben je op de hoogte van alle nieuwe video's. Later.